Ja, goedenavond kijkers. Die staat weer aan de koude Berkum. Volgens mij fris het wel 11 graden, want voor het is koud. Wie bent er weer? BDW in Belk, het prominente bal. Wat doen we wat men zelf zegt, het feest van het jaar. Ze komt met bussen vol, Herman en Randy. Bussen vol. Bussen van uw Derusvoort. Ik kom gewoon hier even naar het mooie Berkum. Dat zal een feest worden. Hans is er niet bij. Je hebt andere drukte. Maar ik was er gisteren niet bij. Dan blijkt maar weer, wie kunt het zat alleen nog af. Nu gaat hem kijken. Want het schijnt dat ze ook een zangeresje hebt. En Gert die weet er wel wat van. Misschien kreeg u nog voor de camera. Misschien niet. Gaan jullie met? Kom maar jongens, want het is koud zat. Hebben we er allemaal een beetje zin in, Zotten en Zottinnen? Nee. Dat kan harder. Hebben we er een beetje zin in allemaal? Ja. Oké. Pak elkaar beet, zou ik zeggen. Pak je bierman en biervrouw beet. Dat is de verbinding deze avond. Het carnaval is de verbinding. Maar ook onze prominent is de verbinding. Ik ga bezig nu met de bekendmaking van de prominent 2019. In haar 54ste bestaan van het, is het een grote eer u deze prominent te presenteren. Een goed bewaard geheim binnen Sassendonk. Vele prominenten gingen deze prominent voor. Te denken aan de aftredend burgervader Henk-Jan Meijer, de voetballegende Dries Jans, sterrengastheer en gastvrouw Johnny en Therese Boer en een hele goede vriend van de Goed Heilenman, Mijne Boonstra. De plek van de Zwolse steek, het Zwolse balletjeshuis, vorig jaar natuurlijk de prominent. Ja, en zo kunnen we nog wat tal van meer prominenten of groepen opzommen. Ja, volgend jaar bestaan wij dus, gaan wij ons 55 jaar bestaan, vieren. En dat gaan we uitbundig doen. En dat verbindt het jubileumfeest op zaterdag 18 januari 2020. Wij verbinden tussen jong en oud en Sassendonk. Vulle kleur zal onze hoogheid, prins Daantje, de voorste u in de leus al verteld heeft. In Zwolle zorgt er een educatieorganisatie voor verbinding tussen mens en... Ik hoor u al denken. Ik laat u niet langer in spanning. Voor de verbinding tussen mens en natuur, voor haar bijdrage aan het Zwolse natuur al sinds de jaren 60, is de eerste natuurbeschermer waarin Jacobus Pieter Thijssen en de bekende Zwollenaar Elie Heijmans. De laatste heeft de natuur rond Zwolle ontdekt en beschreven. Als afdeling traden zij graag in zijn voetsporen. Of treden zij graag in zijn voetsporen. Zorg voor natuur proberen zij te vergroten door jong en oud actief te laten ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk de natuur is. Onbekend maakt immers onbemind. Hans de Jong, voorzitter van de afdeling Zwolle, met ruim 350 leden organiseren activiteiten op het gebied van natuurbeleving en natuureducatie. Namens de commissie van dit prominente bal en de gelijknamige titel wil ik u allen bekendmaken wie de prominent van 2019 is. Dat is de heer Hans de Jong en zijn collega's van IVN Zwolle. Ik vind het heel erg. Ja, dat vanavond speciaal. De 3 puntjes voor PEC Zwolle. De overwinning op ons Feyenoord. 3 puntjes voor PEC Zwolle! 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 Wat was het weer een avond, hè? Het prominente bal. Maar wie heeft geluk? Want wie lopen hier zo in de bot, man? Hè? De prominent, meneer Hans de Jong. Mag ik u verzoeken? Ja. De prominent van 2019. Waarom wordt u verkozen?
Nou, wij als vereniging, ik ben helaas niet alleen zelf gekozen, maar de hele club, dat zijn er bijna 350, waarvan 60 actief. Maar wij leggen als IVN de verbinding tussen mens en natuur. En dat doen we zowel. Goeie zaak. Het is ook nodig, want af en toe wordt de natuur al eens vergeten en de mens ook. Dus de combinatie die we maakt om ze bij elkaar in contact te brengen. Dan krijgen wij in mijn ogen een betere leefomgeving en een betere wereld. Daar werken we aan. Maar dat is op dezelfde manier hoe het carnaval werkt. Volgens mij ook verbroedering, hè? Dat bedoel ik, zo werkt het. Want wij staan hier nou zo gezellig en we kennen elkaar niet eens. Maar nu wel. Ja. We sluiten hem af. En we gaan morgen naar Hattem, naar de Kladdegatters. Maar we gaan samen eerst nog even zingen, hè? Een hele moeilijke tekst. Jutter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